weer racistische teksten op een gebouw. Ja, het is ongelooflijk. Het houdt maar niet op. Na Amsterdam en Rotterdam moet nu ook Eindhoven eraan geloven. Op het stadhuis gisteravond werden kort deze leuzen geprojecteerd. Houd lampengat blank. Alaaf namens Blank Nederland. En we moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen. Nou, de gemeente die heeft de zaak in onderzoek. Dat zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Ja, wie zit hier nou achter? De politie die is er ontzettend druk mee, maar hebben vooralsnog niet heel veel aanknopingspunten. Daarom besteden Opsporing Verzocht er ook aandacht aan. Ze willen de daders natuurlijk wel graag pakken. Er lopen verschillende aangiftes ook na de eerdere incidenten in Amsterdam en Rotterdam. Onder andere vanuit het Anne Frank-huis. Maar zojuist hoorden we ook van de directeur van het CIDI, Naomi Mestrum, dat zij inmiddels ook aangifte hebben gedaan tegen deze groep. Want, zeggen ze, vanwege het grote gevaar dat uitgaat van deze extreemrechtse mensen met neonazistische gedachten, was dit het enige dat we moesten doen. En nu dus weer zo'n projectie in Eindhoven. Weerzinwekkende teksten, Jacob. Of wat denkt u als u dit dan weer hoort? Voor de zoveelste keer. Ja, het is bijzonder dat dit nog altijd bestaat. En ik vraag me ook altijd af van alle aandacht die het krijgt, bereiken ze dan niet juist hun doel? Mm-hmm. Ik weet het ook niet beter, hè? Moet je dit nou wel of niet? Ja. Het is natuurlijk een hele lastige altijd, hè? Want wat je aandacht geeft groeit, zeggen ze. Ja. Tegelijkertijd wil je ook niet blind zijn voor wat zich afspeelt. Exact. En wil je ook laten we ervan uitgaan en vooral ook hopen. Maar ik ga er ook vanuit dat dit een hele kleine minderheid van mensen is die hele rare denkbeelden heeft. Maar het wordt nu soms gebracht alsof het een hele grote groep is. En ik blijf er altijd een beetje dubbel in zitten. Hè, van wat doe je hier nou mee? Ja. Het is. En het is natuurlijk ook zo gedaan, denk ik, meneer Bouwmeester, om dat heel korte tijd te projecteren. En niemand die weet waar het precies vandaan komt. Nee, ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is voor de politie om daarop te handhaven. Hè. Want je kunt dat waarschijnlijk met een apparaatje voorbereiden. Je gaat ergens staan en je projecteert het erop. En je hebt geen idee hoe dat voorbereid wordt. Dus dat zal lastig worden. Ja, goed.